ze nu. Ze moesten politie, nee, dat is vervelend, ze moesten politie. Dat vroegen meerdere supporters zich af tijdens de rellen in voetbalstadion De Geuselt afgelopen vrijdag. Na het einde van de verloren wedstrijd van MVV gingen supporters door het lint met deze vernielingen tot gevolg. MVV-voorzitter Jozef Gouwmans bekeek vandaag de schade in het stadion. Volgens hem heeft de politie niet ingegrepen. Behalve dat ze geadviseerd hebben om onze veiligheidsmensen, de stewards, weg te halen hier. Omdat het te gevaarlijk werd voor die mensen. En hebben ze zelf daarna ingegrepen? Nee, de politie heeft niets gedaan. Die is buiten het stadion gebleven. Ik heb begrepen dat bij de brandweer zoiets heet dat je dat gecontroleerd laat afbranden. Maar dat had ik toch liever niet gezien hier. Normaal gesproken staat de politie tijdens een voetbalwedstrijd buiten het stadion. Maar zodra rellen uitbreken moeten ze ingrijpen. Dat is in dit geval dus niet gebeurd. Gouwmans had dat liever anders gezien. Ik zou het wel wenselijk hebben gehad. Ja, ik heb al vaker tegen de politie gezegd, als jullie dingen zien die niet door de beugel kunnen, grijp dan in en arresteer mensen en haal ze eruit. En doe niet net of je neus bloedt en kijk de andere kant op. En kom dan achteraf met het verhaal, ja, maar die mensen waren er. Daar heb je politie voor, denk ik dan. De politie wilde niet voor de camera reageren. In een telefonische reactie zei een woordvoerder: MVV weet wie de probleemsupporters zijn. Ze weten hoe ze kunnen weren. Welke sanctie de KNVB aan de Maastrichtse voetbalclub gaat opleggen is nog onbekend. Maar ook Fortuna Sittard loopt de kans gestraft te worden.